zie ik dat, dat we met meer zijn, gelukkig niet minder. Dus dat is fijn om te zien. Vanavond hebben we een hele belangrijke thema. Vanavond gaan we het waarover hebben. Korobo. Wat? Korobo. Korobo. Alohoyo. Alohoyo. Wat betekent Korobo Alohoyo? Heilige liturgie. Ja, het is de heilige. Wat betekent de letterlijke, wat is de letterlijke betekenis? Goddelijk af. Goddelijk, dat is Korbono Alohoyo. Wat is Korobo Alohoyo? Klopt inderdaad, we zeggen Korbono. Korbono wordt vooral in India gebruikt. Het goddelijke offer. Wat is het goddelijke offer? Christus. Vader, het lichaam van Christus. Maar wat betekent Korobo Alohoyo? Ja, maar wat betekent het in het Syrisch letterlijk? Goddelijke toenadering. Goddelijke toenadering. Korobo Alohoyo betekent de goddelijke toenadering. Er is een toenadering. We komen dichter tot God. En we hebben al eerder gezegd dat we in het breken van het brood, in de Vavro, Jezus Christus zelf echt ontmoeten. En dat lezen we al in het evangelie, wanneer de apostelen Jezus eigenlijk niet herkennen, wanneer hij al is opgestaan, ze herkennen hem niet. En Jezus leest uit het evangelie en hij praat met hun en hij loopt met hun. Maar ze herkennen hem pas op welk moment? Bij het breken. Precies, bij het breken van het brood, bij de eucharistie, bij de dankzegging, bij de Farao. En daarom zeggen we wel eens, ja, geloven kunnen we ook thuis en bidden kunnen we thuis en eigenlijk heb ik de kerk daar niet voor nodig. En dat klopt in een zekere zin, maar in een andere zin ook zeker niet. Want we ontmoeten Jezus Christus in de Farao, echt in de sacramenten, in de kerk. En daarom hebben wij de kerk echt nodig. En die Korobo Alohoyo is daarvan het centrale punt. Het centrum van ons geloof is de Korobo Alohoyo. Want niet alleen zijn wij daar God aan het aanbidden, maar we leren ook over hem. De theologie, de leer van onze kerk komt naar voren in de liturgie. En dat is ontzettend belangrijk. En vandaag ga ik... Ja, ik heb iets meer te zeggen. Oh. Dat is heel duidelijk, dat zijn jullie al voor je komt. Vandaag gaat Sylvia en Samuel ons vertellen over die Korobo Alohoyo en hij gaat ons meenemen en ook wat de diepte in. Let wel op, dit is de eerste keer dat we het hier over hebben, dus we hebben het echt over die eerste laag. Als iets niet duidelijk is of er worden termen gebruikt, en ik ken Samuel, hij studeert theologie, dus hij gebruikt termen alsof het dagelijks taalgebruik is. Als je het niet begrijpt, zeg gewoon, steek even je hand op, Samuel, wat betekent het? Ik begrijp het niet. Ik zal daarbij ook proberen te helpen als hij echt woorden en dingen gebruikt die we alleen in de theologie gebruiken, dan ontbreek ik die jou gewoon. Is dat goed? Ja hoor. Oké. Dan zal ik eerst met jullie willen bidden en dan vervolgens hebben we de lezing. Daarna komt Abuna Ghuri en sluiten we af met Sluvo. En na de Sluvo kunnen we nog napraten als we dat willen. Ja? Jem Abu Abu Rufa Haya Khadisho Hadalo Shari Rani Abu Mishmai Uda Tarash Mokhi Temel Kusto Khadisho Yono Pekanam Mishmai Oparo Ahala Ahmad Sankonan Yamon Roshtopan Hawai Mahlai Pekamato Rahna Shtaka Hayalai Lo Tala Nisyon Lelo Fasom Mishto Mutu Diro Pekut Hayo Shakta Lora Nabi Amin. Doti, Nou, welkom allemaal. Mijn naam is Samuel Balsi. En ik wil jullie dus heel graag iets vertellen over Korobo Alohoyo. Want in mijn optiek is dat echt het centrale gebeurtenis in ons leven. En ik ben er ook heel erg passief voor in. Dus ik ben heel blij om het uiteindelijk met jullie te kunnen doen. Ik heb eigenlijk wel heel erg gestruggeld. Want ik heb heel veel aanvragen gekregen over het huwelijk. Wat is dat precies? Ik wilde zelf ook vertellen over het diakenschap. Er zijn genoeg dingen waar ik over wilde vertellen. Maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor de Korobo Alohoyo. En waarom? De Korobo Alohoyo, zoals ik al zei, we hebben het vorige week gehad over de Bijbelkanon bijvoorbeeld. En we hebben daarin gezien hoe belangrijk eigenlijk de heilige traditie is. En hoe belangrijk de Bijbel is. En waar de heilige traditie en de Bijbel echt samenkomen, het beste tot uitdrukking komen, is wel de goddelijke liturgie. En ook de andere sacramenten, andere liturgieën, zoals die van het huwelijk,
waar we dan de volgende keer misschien over kunnen hebben, of de doop, die zijn allemaal gebaseerd op de goddelijke liturgie. En als we dan de Bijbel erbij pakken, dan zien wij dat een Ethiopiër de Bijbel aan het lezen is, maar het eigenlijk niet snapt. En Filippus, de apostel, die gaat naar hem toe en die zegt van, begrijp jij wat je leest? En hij zegt, hoe kan dat als niemand het mij uitlegt? Dus wij snappen dat het heel moeilijk is eigenlijk, want deze doelen willen we straks bereiken. Wij snappen hoe moeilijk het is om actief te participeren in de Koroba Alohoyo, als we niet begrijpen wat er gebeurt. Dus wat zijn de doelen voor vanavond? Wat is de Koroba Alohoyo precies? Wat zijn de thema's? En waarom is het zo belangrijk om actief deel te nemen? Wat betekent het überhaupt om actief deel te nemen? Ja? We hebben het net al een klein beetje over de definities gehad. We noemden inderdaad, er zijn heel veel definities. Ik gebruik ook heel vaak Koroba Alohoyo door elkaar met de goddelijke liturgie. Het is niet een één-op-één vertaling zoals jullie nu net hebben gemerkt. Ik wijs door aan. Ik gebruik dus de Koroba Alohoyo en de goddelijke liturgie een beetje door elkaar. Waar ik voornamelijk, waarom ik eigenlijk wil uitleggen wat liturgie is, is eigenlijk het belangrijkste, is het centrale punt voor vanavond. En weet iemand van jullie wat liturgie betekent? Liturgie. Wie weet dat het een liturgie is? Liturgie komt van het Grieks liturgia. En dat betekent eigenlijk een gemeenschappelijke handeling. Kijk, hier zit het woord gemeenschap al in. Het gemeenschappelijke, een gemeenschappelijk werk verrichten. Dus dat wil eigenlijk zeggen, hoewel... Ik denk ook dat het dan een participatie is, dat je dan actief meedoet. Ja, absoluut. Want het is wij als één geheel, als één gemeenschap, die werken samen naar iets. En ik ga jullie dan zo meteen uitleggen waar we dan naartoe werken. En hoewel onze gemeenschap, of hoewel onze maatschappij, onze samenleving, leert dat spiritualiteit, religie, vooral iets persoonlijks is en je bij jezelf moet houden, gaat dit in wezen in tegen onze kerk, tegen onze leer. Want het is een gemeenschappelijke handeling. En als wij naar een feest gaan, wie gaat er nou naar een feest zonder actief mee te doen? Wie gaat er naar een bruiloftsfeest, hè? Als we het gaan hebben over het huwelijk? Wie gaat er naar een bruiloftsfeest en die gaat alleen maar kijken hoe andere mensen gaan genieten van het huwelijk? Of dat wij tijdens de maaltijd, hè, bij een bruiloftsfeest, niet gaan eten en drinken. Of de bruiloftsgom en de bruid niet gaan feliciteren. En danken voor de uitnodiging. Dus dat kan absoluut niet. Je moet echt, net als in de goddelijke liturgie, echt actief meedoen. Want anders blijven we maar participanten. Dan zijn we toeschouwers die eigenlijk naar een toneelstuk kijken voor 2 uur lang. En dat is niet de bedoeling. Mag ik daar een vraag op stellen? Ja. Dus ik wil vaak in de zondagdienst dat er heel veel mensen zijn die niet actief participeren. Die ook niet de babbel nemen aan het eind. Wat eigenlijk in het midden zou zijn, maar ze nemen het niet. En die gaan dan naar huis, gaan naar de salon of zo. Maar is God dan niet met hen? Of, ja, want ze participeren daar niet actief mee. Maar wat maken ze dan wel spiritueel mee? Is de Heilige Geest dan niet met ze op dat moment? Of hoe moeten we dat voorstellen? Ik denk in een zekere zin, kijk, nadat we allemaal gedoopt zijn, hebben we de Heilige Geest ontvangen. En de Heilige Geest blijft in ons. Of je nou zondigt of niet, de Heilige Geest, die blijft in ons. Maar je zet eigenlijk jezelf buiten de communie van God door niet te participeren aan de goddelijke liturgie. Want, of hè, door het nemen van de pagro. Want Christus zegt, wie mij lief heeft en wie mijn geboden naleeft, dat ik ben in hem en hij is in mij. En dat gebeurt letterlijk eigenlijk bij het nemen van Christus. Want wij geloven daadwerkelijk dat Christus in het brood en in de wijn is. Dat namelijk het lichaam en zijn bloed is. Dus je doet jezelf tekort mee. Het is niet zo dat Christus dan niet met ons is, want Christus is uiteraard wel met ons. Er zijn ook natuurlijk situaties gehad, ook in het Midden-Oosten bijvoorbeeld, in Turkije, dat we vervolgd zijn. Dus er waren, een kerkdienst was niet eens zo vanzelfsprekend als dat we dat nu hebben. Dus wil ik dan zeggen dat die mensen minder of meer zijn dan wij? Absoluut niet. Maar je doet jezelf tekort, omdat wij dus wel kunnen deelnemen. En wij kunnen dus wel in die vreugde van de goddelijke liturgie
En de gaven daarvan, de effecten daarvan, kunnen wij vrucht geven in ons leven. Maar daar komen we zo meteen op terug. Ja? En wat is de kerk nou precies? De kerk, de mensen die Syrisch kunnen lezen en schrijven, die merken ook dat het Syrische woord Eido eigenlijk een vrouwelijke vorm is van Eido, Eido. Dus de kerk is een plaats waar een gemeente samenkomt om feest te vieren. Ja? Dus ik wil echt benadrukken dat het echt een feest is dat gevierd moet worden. Oké, maar wanneer vieren we nou de goddelijke liturgie? Wanneer doen we dat? Kan iemand bijvoorbeeld iets zeggen? Wanneer we de goddelijke liturgie vieren? Kerstavond, zondag. Oké, op de zondag, de feestdagen. Sommige kloosters elke dag. Sommige kloosters iedere dag. Oké. Wanneer nog meer? Traditioneel gezien wordt ook iedere woensdag en iedere vrijdag de voorbepaalde olie gevierd. Maar goed, laten we het nu hebben eerst over de zondag. En de zondag is de eerste dag van de week. Yomut Heshabo, Hat Shabo, dus de eerste dag van de week. Dat is de eerste dag van de schepping. De eerste dag dat God iets heeft gemaakt en dat is het licht. En het is tegelijkertijd ook de dag dat Christus is opgestaan. Dus elke zondag is eigenlijk de dag van de opstanding. De dag dat Christus, het licht van de wereld, zich heeft geopenbaard aan de mensheid. Het is dus niet zo dat wij zeggen dat zondag een rustdag is. Want dat is de zaterdag. De zaterdag, Yom Shabbat, de laatste dag van de week. Dit is wat de Joden in ere moeten houden. Maar wij, Christus, heeft alles vervuld in het Oude Testament, dat over hem geschreven staat. En dat betekent dus ook dat hij de zaterdagsrust in ere heeft gehouden. Natuurlijk heeft hij wel heel veel wonderen gedaan op de zaterdag. En de Joden, die betrapten hem daar ook op, die spraken hem daarop aan. Maar uiteindelijk heeft Christus gerust op de zaterdag. Een volledige rust die niemand kon doen eigenlijk. En hij heeft een dag later, is die opgestaan. En dus om hem te aanbidden, hebben wij ervoor gekozen om dat op een zondag te doen. En niet omdat het een rustdag is. Ja? Oké. Dus dan hebben wij nu begrepen wanneer de goddelijke liturgie plaatsvindt. Maar waarom vieren wij de goddelijke liturgie? En zoals wij nu al hebben verteld, wij vieren de goddelijke liturgie omdat wij in wezen Christus opstanding vieren. Dat doen we iedere zondag. En dat is ook gebaseerd op wanneer de apostelen bij elkaar komen, zoals in de handelingen. In handelingen lezen wij op de eerste dag van de week, kwamen de apostelen bij elkaar om het brood te breken. Nou, daar hebben we het net over gehad. En Paulus die refereert naar het breken van het brood, naar de laatste avondmaal. En wat is de laatste avondmaal ook alweer? Dat is de dag, of avond, dat Christus met zijn apostelen eigenlijk het Joodse paasfeest gingen vieren. Dus om onze paasfeest, om onze korobaloi beter te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk snappen wat het Joodse paasfeest is. Dus we moeten even een stukje terug doen. En het woord Pasen, dat komt van Pesach. Pesach, dat betekent voorbijgang of een overgang. De Joden, die waren slaven in Egypte. Dus zij moesten overgaan naar Israël, naar het beloofde land, waar ze als vrije mensen zouden leven. Daarnaast betekent het een voorbijgang, want Pesach heeft heel veel betekenis. Het refereert, sorry? Nee. Het refereert naar de engel van God die eigenlijk voorbij zou gaan aan de deuren die bestreken werd met bloed. Als wij teruggaan, het gebod van God aan Mozes was dat iedereen een lam moest kopen en dit lam moest zonder gebreken zijn. Dit moesten ze braden, dit moesten ze helemaal opeten, er mocht niks van overblijven. En met het bloed van het lam moesten zij de deuren bestrijken met het bloed. Want dat bloed zou een signaal zijn voor de engel om voorbij te gaan. Want God zou daarna alle eerstgeborenen treffen. En we noemen een paar dingen. We noemen eerstgeborenen. We noemen het lam zonder gebreken. Dus in deze zin zijn dit allemaal
profetieën, want Christus wordt het Lam van God genoemd en Christus wordt getroffen. He, dus het Pasen van de Joden, het was al een voorbeeld op onze paasfeest, waarom Christus de wereld is ingekomen. En Christus zei dus ook heel duidelijk in de laatste avondmaal: doe dit om mij te herdenken. Wij moeten actief deelnemen in de corobale hooi. Dat betekent niet alleen, zoals Christian zei, het nemen van de Eucharistie. Het betekent actief deelnemen aan het herdenken van zijn lijden, van zijn dood en van zijn opstanding. Wachten op zijn wederkomst. Ja, nou ja, dat zijn dit soort dingen inderdaad. Daar ga ik inderdaad nu over vertellen. Ja, klopt. Ja. Dus wat vieren we nu tijdens de corobale hooi? Wij vieren, net als de Joden, dat zij hun oude leven hebben verlaten en dat wij een nieuw leven leven. Dat wij onze nieuwe leven in Christus leven. Het is dus niet alleen de opstanding van Christus, de dag van de opstanding, maar het is de opstanding van de kerk, waar wij allemaal deel van uitmaken. Wij zijn allemaal ledematen van Christus. En nu wij dat weten, moeten wij ook met vreugde inderdaad deelnemen aan de goddelijke liturgie. En die bestaat uit twee delen. Moet ik zeggen dat de kerkvaders, de liturgie, in twee delen opsplitsen. Het ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. Maar grofweg zeggen zij, je hebt liturgie van het woord en je hebt liturgie van de Eucharistie. Liturgie van het woord wordt ook wel liturgie van de catechumenen genoemd en ik zal zo meteen vertellen waarom. En daarna heb je dus de Eucharistie. Dus dit is het daadwerkelijke feest waar de catechumenen, dus dit zijn mensen die nog niet gedoopt waren, maar die wel op weg waren naar de doop, die mochten namelijk niet deelnemen. Dus iedereen die eigenlijk blijft na het eerste deel, en dus blijft voor het tweede deel, daar moet je al van uitgaan dat die al deelnemen aan het offer. Hè? En eigenlijk vind ik het persoonlijk zelf handiger om er niet uit te leggen in deze twee delen, maar in drie delen te hakken. Namelijk precies op het moment dat het gordijn dicht en open gaat. Want wat is dat? Kijk, het gordijn is namelijk een afsluiting van hemel en aarde. Dit wordt het altaar genoemd, altaarruimte, en dat is het altaar. En dit wordt ook wel het schip genoemd. Daarmee wordt de kerk vergeleken met de boot. He, het ark van Noach. Iedereen die in de kerk is, iedereen die in het schip is, is gered. Die gaat over het water, dat symboliseert ons dood. Dus het is een afsluiting, het is een scheiding tussen hemel en aarde. En op drie momenten is het gordijn dicht en gaat het gordijn open. En dat zijn de momenten dat het open gaat, dat Christus zich openbaart aan de wereld. En dat hemel en aarde in verbinding staan met elkaar. Ja? Ja. Kijk, het is, om even terug te gaan naar jouw vraag, heeft iedereen zijn vraag gehoord? Ja. Oké, okay, hij vraagt dus van, het doek ging tijdens het sterven op het 9e uur, staat er dus dat de tempel in tweeën ging scheuren. Maar dit betekent niet dat wij dit open moeten laten, want dat is jouw bedoeling, toch? Jij vraagt je dus af van waarom doen wij dit en open iedere keer? Maar dit is bedoeld voor de Joden ook, want de Joden, de Israëlieten, die konden maar één keer, en de priester kon dat doen, die kon maar één keer in het jaar naar het Heilige der Heiligen gaan. Maar wij hebben dus iedere keer toegang. Wij hebben iedere korobo, alohoyo, toegang, omdat het bij ons dus niet meer afgescheiden is. Hij gaat open omdat Christus wordt geopenbaard. En waarom gaat hij dan dicht? Om te laten zien aan het volk dat Christus nog niet is geopenbaard. Dus Christus is wel aan ons geopenbaard. Maar wij leven tijdens de corobale hooi precies
in de voetstappen van Christus. En dat ga ik jullie nu ook vertellen. Want het is dus niet alleen een paasviering, de Corobaloio. Maar eigenlijk wandelen wij door het hele leven van Christus. Van het begin tot het eind. Want de eerste keer dat het gordijn open gaat, sterker nog, eigenlijk moet ik teruggaan naar het begin. Wanneer het gordijn nog dicht is, werd normaal gesproken uit het Oude Testament gelezen. Hier begon het liturgie van het woord. Waarom wordt er uit het Oude Testament gelezen, terwijl het gordijn dicht is? Omdat Christus nog niet is geopenbaard. Christus is verborgen in de geschriften. En zoals Ephraim net heeft gezegd, Christus las met de apostelen uit het Oude Testament. Maar zij zagen het niet. Ze herkenden Christus niet. Pas bij het breken van het brood. En omdat het gordijn nog dicht is, laten we dus zien dat Christus nog niet is geopenbaard. Mag ik daar nog wat vragen stellen? Ja. Je zegt van, we lezen uit het Oude Testament voor als het gordijn nog dicht is. Ja. Dan zijn we nog in het Oude Testament ontstaan. Klopt. Dan, waar lees je daaruit? Zijn dat psalmen? Is dat Genesis? Ja, het zijn drie boeken. Het zijn drie boeken. We lezen uit, vaak is het uit de Torah. Dus dat zijn de eerste vijf boeken van Mozes. Vaak of Genesis of Exodus. En we lezen ook bijvoorbeeld profetie. Hè? Andere profetie, als we het hebben over de paasviering. Dat verschilt per thema, van thema tot thema. Dat hangt echt heel erg samen met wat het evangelie te bieden heeft. Hè? Elke week van het kerkelijke jaar heeft een bepaald thema. En gebaseerd daarop zijn eigenlijk de bijbellezingen uitgekozen. Ja. Waar hebben we dat eigenlijk vandaan, het doek in de kerk? De katholieken hebben dat toch niet in hun kerk? Waar hebben wij dat vandaan, dat wij het doek hebben in onze kerk? Waar wij het vandaan hebben? Ja, dat is een goede vraag. De Oosters-Orthodoxen hebben een iconostasis, dus dat lijkt er een beetje op. Wil jij wat zeggen daarop? Ja, waarschijnlijk is het zo dat we hebben geërfd van de Joodse roots. Ja. Want in onze kerk is eigenlijk gebaseerd op de visie van Jeremia, waarin dus ook voorhangsels. We eigenlijk baseren onze kerk op die tempel waar je het net al over had. Daarop baseren wij onze kerk. En wat Sami net ook al zei, we doen het gordijn steeds open en dicht, omdat het voor ons geopenbaard is, daarom is het gescheurd. En die tempel die alleen in Jeruzalem was, waar iedereen naartoe moest als die komt, die is nu overal en toegankelijk voor elk persoon overal ter wereld. Dus we baseren die ontmoeting, die letterlijke ontmoeting die gebeurde in de tempel van God, baseren wij nu ook in onze kerken overal ter wereld. Direct. Direct. Zijn niet zeg maar de eerste woord, als je in de tempel had gehuurd, maar daarvoor heb je toch een tabernakel. Ja, was het daar weer? Ja. Oké, ik weet niet of iedereen het heeft gehoord. De vraag werd gesteld, hè, waar komt het gordijn vandaan? En Ruben zegt heel terecht, dat staat bijvoorbeeld in de geschriften ook, Jeremia. Het is heel veel, onze kerkstructuur is eigenlijk heel erg gebaseerd op het Jodendom. Ja, we kunnen een andere keertje ook hebben over die hiërarchie van de kerk, want het is ook echt heel uitgebreid. De kerk zag er vroeger ook heel anders uit. Je had daar bijvoorbeeld een verhoging. Je had verschillende andere dingen wat de Joden ook hadden en wat wij hebben overgenomen. Maar uiteindelijk is het dus zo dat het van oudsher, van de Jodendom, al eigenlijk een afsluiting was waar het open en dicht ging, het gordijn, vanwege die godsopenbaring dus. En we bidden ook dan allemaal naar het oosten, omdat Christus dat van het oosten wordt verwacht. Ik was zelf in mijn verhaal dus, dat het eerste moment dat het doek is opengegaan, net voordat wij, net daarvoor zingen wij eigenlijk Benoegrog Gozina Noegrog. Waarom? Ik heb jullie verteld dat Christus het licht van de wereld is. Hè? Dus de eerste schepping is het licht. God heeft op de eerste dag van de week het licht geschapen. Dus wij zeggen dus Christus, het licht, u bent het ware licht en in uw licht zien wij het licht. En dan gaat het doek ook open. Kun je inderdaad naar het volgende gaan? Oké, ja. Zeggen we daarin dan ook dat Christus de eerste schepping is? Nee, Christus is niet de eerste schepping. Nee, absoluut niet.
Nee, heeft iedereen een vraag begrepen? Dus iemand vraagt van, is Christus dus de eerste schepping? Nee. Het licht is als eerste geschapen, maar het licht komt natuurlijk van Christus. Christus is het ware licht. Ja? Wat zegt dat? In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat klopt, dat is een samenvatting inderdaad. Maar het eerste dag, als we kijken naar het eerste dag, dan is het licht. Ja? En wat doen wij dan? Christus wordt geopenbaard. Wanneer wordt hij voor het eerst geopenbaard? Natuurlijk komt hij in het Oude Testament, wordt hij ook wel eens geopenbaard. Maar niet zo geopenbaard als wanneer hij geboren wordt. Dus met de eerste keer, de eerste openbaring is dus de geboorte, maar ook zijn doopsel. Want met de doopsel openbaart Christus niet alleen zichzelf, maar de hele Godheid, de drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, dus dat is de eerste keer wanneer het gordijn opengaat. En waarom noemen wij dan dit gedeelte, liturgie van het woord? Omdat wij al begonnen zijn met het woord van God te lezen. Hè? Dat is de Bijbel. En Christus is zelf het woord van God. Er vindt een processie plaats wanneer het gordijn opengaat. En normaal gesproken werd deze processie ook vervolgd in het schip. Want Christus heeft zich niet alleen maar geopenbaard in de hemel, hè? Dit is hemel. Maar Christus is op aarde gekomen. Dus hij ging ook door de hele kerk. Dat wil zeggen dus, op aarde. En daarom heeft dit het woord, de liturgie van het woord, aan te danken. Omdat de Bijbellezingen hier plaatsvinden. En als eerst werd Christus vooral in Jeruzalem gepredikt, hè, en door de handelingen. Dus als eerst lezen wij de handelingen van de apostelen, maar ook de algemene brieven. Dit zijn de brieven bijvoorbeeld van Jacobus, van Johannes, van Petrus. En daarna is Paulus ook naar de volkeren gegaan, naar de niet-Joden, naar de Romeinen, naar de heidenen, hè, om daar ook Christus te verkondigen. En daarna komt het evangelie. Dat is de rechterkant, dat is de linkerkant. Okay. Hij vraagt van waarom worden de handelingen aan de rechterkant gelezen en waarom de brief van Paulus aan de, linkerzijde. Dat is een goede vraag, maar ik denk dat we hier echt de volgende keer op moeten gaan. Want als we bij elke. Misschien dat we daar later nog tijd voor hebben. Vind je het goed als we het even parkeren? Er zijn heel veel interpretaties daarover. En ook of je wel een kaars of niet, geen kaars moet hebben, maar daar kunnen we het later over hebben. Goed, in handelingen waar we het al eerder over hebben gehad, de apostel Filippus, die de Ethiopiër uitlegt wat hij aan het lezen is, leidde erop dat de Ethiopiër tot geloof kwam. Want hij was namelijk uit Jesaja hoofdstuk 53. Dat was een profetie over het lam van God. Of over een lam dat geslacht werd. En dat is namelijk Christus. Dus met andere woorden, we zien in het Nieuwe Testament wordt gelezen. En dan zien we hoe Christus het Oude Testament heeft vervuld. Wat over hem geschreven staat. Dus op dit moment gingen de catechumenen, werden dan of gedoopt. Of ze moesten eigenlijk, na de Bijbellezing werden ze eruit gezet eigenlijk, omdat zij niet mochten deelnemen aan de goddelijke liturgie, aan de eucharistieviering. Dus, ter herhaling, liturgie van het woord begint met de Bijbellezing en eindigt met het geloofsbelijdenis. Waarom? Omdat wij dus beginnen met het woord en eindigen met, oké, wij geloven daadwerkelijk dat Christus de geschriften heeft vervuld en dat hij is opgestaan, etcetera. We kunnen een andere keer hebben over het thema van de geloofsbelijdenis, maar dit is waar het op neerkomt. En officieel, na de Bijbellezing, vond ook de preek plaats. Dat wordt nu achteraan in de kerk, helemaal op het eind wordt dat nu gedaan, maar officieel hoort dit na de evangelielezing. En ook daarna, de Bijbel werd ook vroeger daar gelezen, in het midden van de kerk, daar was een verhoging. Daarna was er ook weer een processie terug naar het altaar.
En dat zien we ook, want we, we zingen bijvoorbeeld na het evangelielezing, zingen we een Bothar Evangelion, een hymne na de evangelielezing. En er is een soort mini-processie, want de Bijbel wordt nu van hier, wordt nu gebracht naar het altaar. En dit is dan ook zeg maar, dit wordt Gogulto genoemd. Sommige mensen noemen het de Bima, maar dit was dus niet de Bima, die verhoging waar ik het net over had. Dat heet een Bima. En dit is een Gogulto, dat betekent Golgotha. Dat is dus Christus die geofferd wordt op het altaar, op Golgotha. En dit is dus het woord van God. Christus zetelt op zijn troon. Goed, dat is dus even de symboliek. Daarna hebben we eigenlijk tussen het liturgie van het woord na liturgie van de Eucharistie, hebben wij eigenlijk een soort van pre-anafora. En wat is een anafora? Een anafora is eigenlijk het aanbieden van God, het offer wat aangeboden wordt aan God. Dat is de globale hooier, want wij bieden iets aan aan God. En we komen zo meteen terug op wat het is. Heel wat vraag, dat van de Bijbel nu staat, dat is waar de berg onder elkaar gerepresenteerd wordt. Ja. Juist. Maar waarom moet het woord dan op dezelfde plek worden gelegd waar Christus werd gekruisigd? Is hij het woord die dan dood ging? En op dezelfde plek Adam en Eva naar het paradijs kwam? Of hoe moet je dat voorstellen? Ja. Ja. Dus Christiaan zegt van waarom noemen wij dit de Gogulto en waarom de Golgotha? Waarom noemen wij dat zo? Christus wordt inderdaad, we hebben net uit Christus gelezen, er is een processie. Gaat dan naar het hoekje van het altaar. Dat betekent dus dat Christus op die plek, op Golgotha, wordt geofferd. Dus eigenlijk, de altaartafel, is dus een offerplaats. Dat is zijn tombe eigenlijk. Ja, dus Christus ligt daar eigenlijk. En dat is ook tegelijkertijd waar de maaltijd, de laatste avondmaal eigenlijk, plaatsvindt. Dus het heeft verschillende symbolen van. Hij wordt daar voorbereid als het ware en hij wordt hier weer opnieuw geofferd aan ons wanneer de priester zo zijn handen omhoog. Ja, je loopt wel een beetje vooruit, maar komen we zo terug, inderdaad. Ja? Voor iedereen tot nu toe duidelijk waar we het over hebben gehad. We hebben dus nu kwamen bij het punt van het pre-anafora. En waarom hebben wij zoiets? Of wat hebben wij daar dan? Wij hebben eigenlijk hier weer verder gaan. Hier heb ik al overgehad, sorry. De brief heb ik al overgehad en de evangelie. Gezang ook. Kijk, dat is een altaar. Oké, hier nu naar. Ja. Hier heb ik het ook over gehad. Maar je mag het nog wel even laten. Vertel ik nog eventjes iets kort. Vertel ik hier nog iets over. Kijk, dus de catechumenen, die werden gedoopt naar de Bijbellezing. Want zij wilden eigenlijk ook deel uitmaken dan van het lichaam van Christus. Maar eigenlijk kunnen we er nu al van uitgaan dat iedereen die nu nog in de kerk is, zo goed als iedereen, al gedoopt is. En wij hoeven dus niet onze doop te herhalen. We mogen niet eens onze doop herhalen. Dus wat is er voor in de plaats gekomen? Voor in de plaats gekomen is het gebed voor vergiffenis, ook wel genoemd gozoio. Ja, dus dat vervangt eigenlijk de doop. Dus wij worden al als het ware klaargemaakt, waardig gemaakt. Het is een gebed voor vergiffenis, om ontferming, om deel te nemen aan het lichaam van Christus. Ja, mag je doen naar de volgende. En daarna komen we dus bij de geloofsbelijdenis, dat wij als één stem, als één gemeenschap van God, Christus belijden. Mag je nu naar de volgende. Dus nu komen we aan bij de pre-anafora. En in dit hoofdstuk van Matthäus, hoofdstuk 5, dan lezen we in dat Christus iets heel belangrijks zegt. En hij zegt, als gij uw gave brengt naar het altaar en daar schiet te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw offer achter en ga u eerst verzoenen met uw broeder en daarna kun je het offer aanbieden aan God. En dat verzoenen,
met je broeder of zuster, dat gaat letterlijk gepaard, dat komt letterlijk tot de uitdrukking met een zoen. Verzoenen wordt uitgeroepen met een zoen. En geloof het of niet, maar vroeger was het zo dat dit gewoon echt een mond-op-mond kus was. En daarom zitten bijvoorbeeld de man en de vrouw ook van elkaar gescheiden, is echt waar. De mannen die gaven het door aan de mannen en de vrouwen die gaven het door aan de vrouwen. En dat is dus echt een goddelijke kus. Het wordt, het, wat je? Terug naar wat jij net zei over die kus. Is dat, heeft dat ook verband met wat je heel erg vroeger deed, dat ze met één keer zo'n tijd elkaar zeg maar, gingen vergeven? Het geven van de vrede is heel belangrijk. In de Joodse traditie Shlomo betekent echt veel meer dan vrede. Het betekent dat jij gewoon echt verzoend was met diegene. Dat jij gewoon lichamelijk en geestelijk gewoon helemaal compleet was. Dat je gewoon vredig was. Gewoon innerlijk en uiterlijk was je gewoon bevredigd, was je gewoon volmaakt, als het ware. Christus is met je, want Christus heeft niet in de vrede. En wij zeggen dus ook als wij de vrede geven, wat Christiaan zegt, mogen de vrede van Christus met jou zijn. En dan de ontvanger, die het ontvangt, wij geven de vrede nu zo aan elkaar. Maar vroeger was het dus gewoon echt een kus. De ontvanger, die zegt dan weer, mogen hij met ons en onder ons zijn. Ja. Dus, ja, we hebben het hierover gehad, de heilige kus. En dan komt het moment aan dat eigenlijk het anafora, het offer, wordt aangeboden aan God. En zoals jullie op het plaatje kunnen zien, dat heet ook wel een shushefo, dat is een doek. Maar ook dat wordt soms wel een anafora genoemd. En een anafora wordt ook het boek genoemd van de liturgie, wordt ook een anafora genoemd. Dus het heeft meerdere betekenis. Maar de anafora in werkelijkheid zijn dat de mysteriën. Want op dit moment gaat de priester, die waait dan met het doek over de mysteriën. En tegelijkertijd roept hij ook op aan het volk om onze harten, om onze zielen en ons heel ons verstand eigenlijk op te heffen naar boven, naar de troon van God. En wat zien we dan ook als wij opstijgen naar de troon van God? Als wij opstijgen naar de troon van God, en dan kan je nog één keer gaan, dan worden wij gevoegd met de engelen. Want wij staan daar en op dat moment zingen wij dus ook Kadisch, Kadisch, Kadisch. Dit is dus de engelengezang, wat we ook bijvoorbeeld in Jesaja lezen. En dan kunnen we het volgende keer, inderdaad als we er dieper ingaan, per lied, kunnen we er nog een beetje op ingaan. Maar hier voegt de gemeentes van de aarde zich toe met de gemeente in de hemel. En dat is ook een korrelwale hoor je. Dus hemel en aarde verbinden zich met elkaar. Het is een goddelijke toenadering, waar we het net over hebben gehad. Dus het is niet alleen een korbono, het is dus niet alleen het offer van God dat naar ons toe komt, maar wij moeten als het ware ook die stap zetten naar God toe. Door heel ons verstand en met heel ons kracht en met heel ons ziel op te stijgen naar daar waar God is. Maar zeg je dan met de verzoening, zijn we eerst één met de Amon, met de Eto? Dat is de stap, ja. En dan ja. Stap 2 is Kadisch, 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 we zijn één met de engelen. Klopt. En dan waarschijnlijk nog een volgende stap. Klopt, en daarna is het uiteindelijk de verzoening met Christus zelf, door het nemen van de Eucharist. Ja. Hoe bereid je je voor, sorry dat ik vraag, want ik kan me goed voorstellen dat ik ook kijk naar een zoon van Nari, dan denk ik, oké, prachtig, met hem kan ik me verzoenen, geen probleem. Met mensen hier ook al, maar hoe verzoen ik me met de engelen? Is dat vrij lastig, hoe bereid je jezelf daar voor? Je zet heel je verstand, heel je ziel, heel je kracht en heel je hart op. Je verzoent je in dat opzicht, ik herhaal even zijn vraag. Hij zegt dus van, oké, ik kan me wel verzoenen met mijn broeder, met mijn zuster, maar hoe kan ik mij verzoenen met de engelen? En daar hebben we wat slechter beeld bij. En dat kunnen we in principe, hoe zou ik het zeggen? In principe doen we dat door ook echt met ze te zingen, met die engelen. Ook inderdaad de goddelijkheid te aanschouwen. Door vrede te hebben. Het is niet zo dat jij een afkeer kunt hebben tegen engelen of niet. Het is meer zo dat wij samen, gezamenlijk, God aanbidden. Edio, als jij... Ik heb eigenlijk
klinkt een beetje onlogisch, maar ik denk meer dat wij gemeenschap met Christus hebben, door de communie. Hebben wij ook gemeenschap met de mensen om ons heen, omdat zij ook deel nemen aan de communie. En de engelen zijn ook in communie met God. Dus eigenlijk zijn ze automatisch door die communie in communie met de engelen en de mensen om ons heen. Elio noemt nu een belangrijk ding. Ik weet niet of het de juiste volgorde is. Hij zegt van doordat wij in communie zijn met Christus, hebben we ook automatisch communie met elkaar en communie met de engelen. Ik wil eigenlijk zeggen, we moeten juist, in de pre-anaphora, moeten we juist eerst in communie zijn met de medemens. Als wij echt iets hebben tegen elkaar in de kerk, dan kun je net zo goed echt niet naar de kerk komen. Want eigenlijk offeren wij iets, offeren wij onszelf op. Terwijl Christus dan zegt van, nee, je moet eerst goed maken met je broeders. Dus wij liggen ons eigenlijk zelf voor. Door naar de kerk te gaan, terwijl wij iets tegen onze broeder of zuster hebben, zorgen wij ervoor dat er een lammetje zijn eigenlijk, die gebroken zijn. En de Israëlieten moesten een lam uitkiezen zonder gebreken. Snap jullie wat dat betekent? Dat betekent dus, als iemand een ziekte heeft, zegt Paulus ook, dan lijdt het hele lichaam. Toch? Dus als mijn lichaamsdeel een ziekte heeft, dan lijdt het hele lichaam. En zo is dat ook in de kerkgemeenschap. Als één persoon ziek is of gezondigd heeft, dan lijdt de hele communie mee. Dat was ook de reden dus waarom de catechumenen niet konden participeren. Omdat zij dus nog geen deel uitmaakten van dat lichaam. En omdat het lichaam daarmee dus werd bespot van Christus. Omdat het met gebreken was. Dus wij moeten één geheel zijn eerst, als voorwaarde, om vervolgens één in communie te zijn ook gezamenlijk met God. Dus op individuele basis kun je wel inderdaad zeggen van, ik ben één met God, ik heb een goede relatie met Hem. Maar het is echt heel belangrijk om gezamenlijk naar God toe te gaan. Samuel, het praat nu over broeders en zusters die aanwezig zijn in de kerk, want enkele dia's terug van de meerdere mensen. Betekent dat je ook moet verzoenen met de mensen waar je strijd mee hebt en je uit in de kerk komt? Of is het echt... Eigenlijk wel. Dus hij vraagt van, is het alleen maar met de broeders in jouw gemeenschap, in de parochie? Of is het met alle medemensen? En eigenlijk is het zo dat je met iedereen inderdaad vrede moet hebben. Maar voornamelijk ook met je parochianen. Want waarom? Omdat jij dus ook inderdaad het werk op een kus gaat geven. En hoe kun je nou iemand vrede geven als er nog oneenigheid zit? Snap je? Ja. Goed, dan komen we eigenlijk dus aan bij de anaphora. Dus wanneer Christus wordt herdacht. Dus wanneer Christus lijden wordt herdacht, zijn dood en zijn opstanding. En om te beginnen moeten wij eerst, de volgende, de eerste deel is de herdachtenis van de laatste avondmaal. Zoals ik jullie heb gezegd, de hele paasviering, de hele grove allooio is gebaseerd op de laatste avondmaal. En het wordt ook, het blijft ook de laatste avondmaal. Het is zowel de eerste als de laatste. Het is altijd iedere keer dezelfde laatste avondmaal. En wij herdenken dus op dit moment dat Christus met zijn apostelen heeft gezeten. Net doordat wij met onze focus naar de hemel zijn gegaan en met de engelen samen hebben gevoegd, zijn wij ook daadwerkelijk aanwezig bij de apostelen wanneer zij dineerden met Christus. Dus wij zijn als één met de apostelen, zijn wij daar aanwezig. Aan de laatste avond. En wat doet Christus? Christus breekt daar het brood, heiligt het, zegent het en zegt van, nee, dit is mijn lichaam. Dit geef ik aan jullie voor de vergiffenis van de zonde. Vervolgens zegt hij tegen zijn apostelen, doe dit tot mijn nagedachtenis. Dus dat doen wij ook. Wij zingen bijvoorbeeld ook Mot of Mora. En daarin herdenken wij zijn lijden, zijn dood in zijn opstanding, maar sterker nog, wij kijken ook uit naar zijn wederkomst. En daarna, deel 3, wij weten niet precies wanneer die transformatie
van het lichaam naar het, van het brood naar het lichaam plaatsvindt. Maar wij weten zeker qua liturgische tekst dat dit, dat dit compleet wordt wanneer de Heilige Geest aangeroepen wordt. Ja, dus de Heilige Geest. Mag je eentje teruggaan? Volgens mij. Kijk, de aanroeping en overschaduwing van de Heilige Geest. Ja. Dus die Heilige Geest die zorgt ervoor dat het lichaam, dat het brood het lichaam wordt. Dat kunnen wij niet met onze lichamelijke oog waarnemen, maar uit ons geloof kunnen wij dat met ons geestelijk oog zien. Wat is er gezegd wat daarbij dan? Bij dit. Nou, eerst hebben we bijvoorbeeld dat de diaken oproept van Mordechai, want het is echt een ontzagwekkend moment. De Heilige Geest, stel je voor, de Heilige Geest komt op dat moment, komt die over de liturgische elementen, over het eucharistische maaltijd, zweven. En hij maakt daar het lichaam, hij maakt daar het brood het lichaam van. Dus het is echt een ontzagwekkend moment waarin iets plaatsvindt. En op dat moment, dus nadat de diaken dat heeft opgeroepen, moeten wij ons als personen waakzaam zijn. En daarna volgt er een gebed door de priester. En die zegt dus inderdaad van, en nu is het volbracht, inderdaad. Nou, waarop wij amen zeggen. Sorry dat het zo heel specifiek ben, maar is dat het moment dat hij met zijn rug nog naar ons toe is? Dat hij eigenlijk een kelk in het brood ziet en daar zegt een lepeltje en een kussen? Dat dan dat lepeltje en kussen, dat is inderdaad nog motus morandi, dus dat is de herdachtenis van Christus op... Christus lijden en opstanding, want het lepeltje gaat omhoog inderdaad, omdat wij dus zeggen van Christus komt als een bliksemschicht ook op de aarde en daarom wordt het lepeltje omhoog gehouden, omdat hij uit het oosten als een bliksemschicht heel snel gewoon weer terugkomt op aarde nadat hij dus is opgestaan. En dit is dus dat echt daarna. Dus als het goed is de priester dus nog gewoon met zijn rug naar het volk toe. Eigenlijk gebeurt bijna alles met de rug naar ons toe, omdat de priester ook echt samen met ons het offer aan het aanbieden is. Dus de katholieken hebben het andersom, dan staat de priester echt met zijn gezicht naar ons toe. Kan ook heel mooi zijn, want dat nodigt weer uit. Maar wij zeggen van nee, wij samen met de priester is eigenlijk een mediator tussen het volk en God. Dus hij doet alles voor ons eigenlijk. Hij is eigenlijk onze dienaar. Hij doet namens ons, biedt hij ons aan God en geeft hij ons God en geeft hij God aan de mensen. Ja? Ja. Oké, dus nu wij weten dat Christus lichaam is, het hoofd van het lichaam, en wij deel maken van het lichaam, betekent dus dat wij niet alleen maar zijn dood en zijn opstanding moeten herdenken, maar ook de rest van zijn lichaam. En wat is dat? De rest van zijn lichaam is de hele kerk. Dus wij hebben de dyptieken. En de dyptieken zijn eigenlijk voorbeders voor onze geestelijke leiders en voor de heiligen en voor de overledenen. Zoals wij bijvoorbeeld in de volgende dia kunnen lezen. De eerste dyptiek is bijvoorbeeld de gedachtenis van de levende vaders, onze synode, de andere orthodoxe priesters, ook de bisschop van patriarch van de Koptisch orthodoxe kerk wordt herdacht, maar dit is bijvoorbeeld van de Syrische orthodoxe kerk. Daarna herdenken wij alle gelovige broeders en zusters. Wij herdenken daarna de gelovige koningen en priesters. Dus de eerste drie zijn over mensen die allemaal nog leven. En de drie dyptieken die daarna volgen, zijn de mensen die al ontslapen zijn in Christus. Dus die wel nog deel uitmaken, nog steeds echt deel uitmaken van het lichaam. Dus zij verheugen zich ook met ons. Hè. Zij nemen ook echt deel mee aan de goddelijke offering. En als eerste heb je dan de moeder Gods en de heilige. Dan heb je de gedachtenis van de heilige vaders en de leraren. En dan heb je de gedachtenis als laatst van de gelovige overledenen. Ja? Daarna is er nog een laatste gebed voor barmhartigheid. En daarna wordt het gordijn weer gesloten.
En wanneer dat gordijn wordt gesloten, dan wordt eigenlijk Christus pas echt aangeboden. Christus, maar niet alleen Christus, maar natuurlijk ook zijn hele lichaam, dus wij allemaal, wordt gebroken en aangeboden aan God als een levend offer. Hè? En wij zien dat dus ook, wij horen het terug aan de liturgische waaiers, want die beginnen opeens te bellen. Nou, de mensen die hier zitten, die weten dus niet wat, wat daar precies gebeurt, maar de dienaren op het altaar weten dus dat de priester dan ook het brood omhoog haalt. En wanneer het gordijn weer open gaat, dan herinneren we dus zijn opstanding. Wij zijn met Christus gestorven en wij zijn met Christus. Nee, dat geeft niks. En wij gaan maar verder. En wij staan weer met Christus op. En een belangrijk, het allerbelangrijkste gebed, wat wij ook elke keer in de eerste bijeenkomst dan hebben wij het geoefend met elkaar, het Onze Vader, het allerbelangrijkste gebed, is het Onze Vader hier, in deze periode. Want het is echt prachtig hoe de kerkvaders precies dit gebed hier hebben geplaatst, waar het, ja, het is gewoon het beste plaats eigenlijk, om dit te bidden eigenlijk. Want het Onze Vader begint met Onze Vader. En wij kunnen alleen maar Onze Vader aanroepen met Onze Vader, omdat wij met Christus zijn gestorven en opnieuw met hem zijn gaan leven. Dus God, zijn Vader, de Vader van Christus, kunnen wij nu zelf aanspreken met Onze Vader. En de woorden die daarna komen, al die regels die daarna komen, zijn ook heel belangrijk voor wat er nu tijdens de liturgie gebeurt. Ja? En wat bedoel ik daarmee? Nee, ga nog maar even. Ik vraag stellen voordat we even voor de spelling. Ja. Je had het net over dat jij dat de priester dus de brood breekt, maar daarmee dus Jezus opnieuw offert. Heb je het goed begrepen? Ja. Waarom wordt Jezus opnieuw opgeofferd? Hij wordt niet opnieuw in die zin. Hij wordt niet. Zij vraagt hier inderdaad van de priester breekt het brood. Waarom wordt Christus hier opnieuw opgeofferd? Want Christus is toch al overleden en opgestaan. Dat is een terechte vraag. Maar wat heb ik in het begin gezegd? Ik heb gezegd dat wij tijdens de liturgie eigenlijk, het is niet alleen een herdachtenis, maar wij leven het leven van Christus. Dus het is alsof wij in zijn tijd nu met hem door zijn leven leven. Het is een beetje moeilijk voor te stellen, maar er bestaat zoiets als een goddelijke tijd en onze lineaire tijd wat wij hier hebben. Hè? Wij hebben een gisteren, wij hebben een vandaag en een morgen. Maar de goddelijke liturgie, dat staat buiten de tijd en buiten plaats en ruimte. Dus wij zijn eigenlijk niet in die chronologische tijd van nu, maar wij zijn in die goddelijke tijd waarin wij eigenlijk het alles herbeleven eigenlijk met Christus samen. En ja, ja. En dus daarom kan je ook niet zeggen van ik heb vorige week communie genomen, dus deze week niet. Nee, maar er is geen vorige week en deze week en de volgende week, want elke liturgie, elke krombare hoier is in wezen dezelfde liturgie, is in wezen dezelfde offering. Dus er is geen tijd, daar kunnen we geen onderscheid in maken. En dat is dus ook echt de reden waarom wij dus wel gewoon iedere week mogen deelnemen aan de pakken. Goed, waar was ik gebleven? Ik was gebleven dus met het Onze Vader. Ik vind de woorden echt heel belangrijk. En in de eerste Bijbelstudie, en ik geloof ook met Abon Goroyo Gabro, hebben wij wat uitgelegd gekregen over het Onze Vader, over het gebed des Heren, zo wil ik het eigenlijk dieper noemen. Want dit is het gebed dat Christus onszelf heeft geleerd. Maar ik wil nog echt focussen op de eerste paar regels. En dat is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. En geef ons heden ons dagelijks brood. Echt, daar wil ik nu op focussen. Want wat doen wij nu? Wij gaan nu letterlijk, de priester staat dus inderdaad nog met zijn rug naar ons toe. En die gaat na dit gebed, haalt hij het offer weer omhoog. Hè, de Eucharistie en de Eucharistische lichaam en bloed haalt hij weer omhoog. En dan heiligen wij zijn naam. We zeggen, Had Abo Kadisho, Hadro Kadisho, Hadro Kadisho. Dus er is niemand heilig dan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus dat doen wij.
En wat doen wij nog meer? Je mag eraan gaan. Wat doen wij nog meer? Wij verwachten dus zijn tweede komst, want wij kijken, als hij het omhoog haalt, kijken wij eigenlijk naar waar Christus vandaan komt, omhoog, wachtend op de wederkomst. En het allerbelangrijkste is nog, geef ons heden ons dagelijks brood. Want wat zeggen onze kerkvaders? De kerkvaders zeggen, geef ons heden ons dagelijks brood, verwijst naar het lichaam en bloed van Christus. Dat is ons dagelijks brood. En dat is de reden waarom het altijd een orthodox traditie was om iedere dag de goddelijke liturgie te vieren. De Joden, toen zij in de woestijn waren, kregen ook dagelijks dat brood. En ze moesten het, iedere dag moesten ze het opmaken. Maar dat brood was heel erg vies eigenlijk. Ze waren het op een gegeven moment echt spuugzat. Maar Christus is het brood dat in de wereld is gekomen. En het verschil, en daar komen we straks op terug, is dus dat wij gerezen brood gebruiken in plaats van ongerezen brood, wat de Joden hadden. En daar kom ik straks op terug waarom dat zo is. Maar is het tot hier duidelijk verder? Waren er nog vragen? Christian vraagt van, heeft het te maken dat wij het onze vader herhalen omdat Christus zelf aan het kruis heeft gezegd, mijn vader, waarom heeft u mij verlaten? En wat was het tweede gedeelte? Nee, is dat een link dat we dan pas Abu Shmai mogen zeggen na de opstanding? Nou ja, niet na de opstanding, maar na onze opstanding. Dus na onze wedergeboorte inderdaad, als wij christen zijn geworden, als wij deel hebben gemaakt, deel zijn van het lichaam van Christus, Dan zijn wij in wezen erfgenamen van Christus. Dus wat van Christus is, is van God, is van ons, bedoel ik, sorry. Dus zijn vader kunnen wij aanroepen met onze vader. Dat kunnen wij, dat zouden de Joden bijvoorbeeld nooit doen. Islamieten, die mogen ook absoluut niet zoiets zeggen. Maar wij zeggen gewoon echt van, dit is onze persoonlijke vader. Wij hebben echt een relatie met hem. Hij heeft ons opgewekt. Hij is een vader. In geestelijke zin, voor ons. Dus dat is eigenlijk de reden waarom wij mogen zeggen onze vader. Heb je daarmee je vraag beantwoord? Ja. Okay. Mag je naar de volgende dia gaan? Ja, dus nadat wij zijn naam hebben geheiligd, gaat het gordijn weer dicht. En gaat het gordijn daarna weer open. Als het dicht gaat, dan neemt eigenlijk de priester en de kleren, dus de diakenen, nemen dan alvast de goddelijke elementen, dus het brood en de wijn, wat nu het lichaam en bloed van Christus is. Maar wanneer het open gaat, moeten wij eigenlijk ons de wederkomst voorspellen. En dat is dus, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel als op aarde. Dus wanneer nu er, mag je naar de volgende gaan? Dus wanneer nu de gordijn open gaat, is hemel en aarde weer samengevoegd. En sterker nog, we zien dus dat de priester nu met opgeheven handen nu steeds dichter bij de mensen komt. He? Hij komt steeds dichter bij de mensen, omdat het koninkrijk van God nu daadwerkelijk op aarde komt. En dit was ook het moment, altijd zo geweest, tot 100 jaar terug, dat de Eucharistie hier werd genomen door alle gelovigen, zoals je in het volgende plaatje kunt zien. Ja, Benjamin. Maar je had het aan het begin over dat daar de hemel is en hier het schip, zeg maar. Ja, aarde. Ja. Waarom komt de vader dan niet hier naartoe? Ja, dat komt het dus ook. Komt het dus ook. Ja. Ja, want wij kunnen niet het altaar op gaan om het te nemen. En sommige priesters blijken inderdaad te treden, maar ik ben er wel van overtuigd dat je inderdaad, zoals je hier ook ziet, kijk, die tafel, en waar ik het net ook over had met die bima, waar ook de bijbellezingen plaatsvinden, ik denk, het is echt een theorie,
dat ook de Eucharistie mee werd genomen daar naartoe. En daar had je ook dus inderdaad zo'n tafel, een klein altaartje, waar dus het uitgedeeld werd aan de gelovigen. Goed, volgende. Nadat wij hebben deelgenomen, ja. Ziet u dat wat icoon zie je iets heel bijzonders aan. Okay. Dat is door corona is dat weer teruggekomen. Je ziet Jezus zelf, zeg maar, dat zijn lichaam geven. In de handen van de apostel. De andere handen is toch kruisig. Maar ontvangen het lichaam. Heeft iedereen dat gehoord? Wat Damon heeft gezegd? Het is een heel bijzonder icoon, want iconen die representeren eigenlijk wat er op dat moment gebeurde met ook een geestelijk opzicht. Het is natuurlijk niet Christus zelf die op dat moment de Eucharistie geeft, maar de priester. Maar we kunnen daardoor wel Christus zien. En wat zien we nog meer? Daar zie je de apostelen en je ziet, als je heel goed kijkt, zie je dat de apostelen hun handen zo hebben. En dit schijnt dus ook dat dit echt een oude gebruik is in de Syrische kerk, maar ook in de andere kerken, dat vroeger de communie in de handen werd genomen. Communie is trouwens een ander woord dan weer voor Eucharistie. Communie werd in de handen genomen. Dat is ook de reden waarom wij op een gegeven moment, wanneer de priester dus zo doet, hè, dan zegt hij bijvoorbeeld eer aan uw vader. En de mensen beelden het na, die doen dan ook weer zo. Weet jullie waar het gebruik vandaan komt? Heel veel gebruikers snappen wij niet meer waar het vandaan komt. Maar dit is dus echt precies die handeling, dat de mensen de communie in hun handen namen en dus met hun handen hun gezichten bestreken. Er is heel veel gebruiken, die hebben wij nog wel bewaard gebleven. Maar mensen, het is soms ver te zoeken van waar het vandaan komt en waar niet. En dus dit is echt heel leuk als je hierin verdiept van waar het allemaal vandaan komt. Tenminste, dat vind ik heel leuk. Ja. Waarom doen we dit dan? Waarom doen we dit dus? Dus inderdaad, dus moet je je voorstellen dat hier het brood, het lichaam van Christus is. Daar heeft dus de goddelijkheid op gezeten. Dus wij zegenen ons, de rest van ons lichaam, ook met die goddelijkheid. Ja. Ja, nou ja, kijk, hij zegt, wijn is nat, bloed. Er zijn verschillende dingen. Vroeger ben ik er echt van overtuigd dat het ook apart werd gegeven. In de Koptische traditie zie je dat ook bijvoorbeeld. En in het plaatje zie je dat trouwens ook, als je terug gaat bijvoorbeeld. Johannes. Als je even terug gaat. Kijk, je ziet twee personen. Zie je dat? De diaken, die had een hele grote rol. Bij ons heeft de diaken bijna geen rol meer. En daar moeten we het dan een andere keer over hebben. Maar de diaken had echt een heel grote rol. Want de diaken, die gaf de eucharistische parels. En de priester, die gaf de wijn. Dus het waren twee aparte dingen. Dus het werd niet al gedoopt. Maar in de Syrische traditie, ik denk volgens mij na 5e of 6e eeuw, dat zij begonnen om het te mengen al. Tijdens de tweede keer dat het gordijn dicht gaat, dan bereidt de priester het lichaam voor, dan breekt hij precies in als bijvoorbeeld een gekruisigde Christus of als een andere vorm. Er zijn drie vormen. En daarna besprenkelt hij ook het brood met de wijn. Dus dat is ook weer een Syrische traditie. Dus ik weet niet zeker van wat nou voor ons geldend is. Want als jij nu inderdaad wel die wijn al hebt, mag je dan nog steeds in je handen opnemen? Want dan kan het zo zijn van er blijft bloed gewoon aan je handen. En is dat verantwoord? Is dat verantwoord? Weten mensen hoe ze daarmee omgaan? De priester gaat er bijvoorbeeld heel zorgzaam op. Hij heeft een bakje water waar hij elke keer zijn handen in kan wassen. Maar dat kunnen wij niet. Dus het zijn hele praktische dingetjes waardoor het eigenlijk niet meer praktisch is
om de communie in de handen te geven. En er waren ook andere redenen waarom de communie niet meer in de handen gegeven werd. En dat is omdat mensen er misbruik van maakten. Mensen staken het in hun zakken. Die gaven het vervolgens aan hun vee. Hè, om te zorgen dat er heel veel, dat er heel veel goede grondstoffen waren. En dat het land vruchtbaar zou zijn. Of ze gaven het aan hun kippen dat ze extra sterk of zo waren. Ik weet niet wat ze allemaal geloofden. Maar ze misbruikten de communie. En dat is ook de reden waarom de kerk op een gegeven moment heeft gezegd van nee, we geven het in één keer in de mond. En daar heb ik zelf geen problemen mee. Ik vind het allebei mooi. Maar laten we het nu gewoon doen zoals we het verder altijd hebben gedaan. En wat doen wij? Nadat wij de Eucharistie hebben genomen, dan danken wij. Je dankt de bruidegom en de bruid voor het uitnodigen. Dus wij danken ook Christus. Je dankt ook Christus voor zijn goedheid. Voor zijn goedheid wegens de mensen. Want hij heeft een dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. Het is dus echt iets. Het is niet alleen iets lichamelijks, maar ook iets geestelijks. Hij heeft ons het beeld dat gebroken was, dat heeft hij weer met zijn Eucharistie, met zijn lichaam en zijn bloed, heeft hij dat weer hersteld. Hij heeft ons weer gezond gemaakt. Dus het is echt belangrijk om hier aan deel te nemen. En tot slot worden wij weggezonden met de goede gaven. Wij worden gezonden op weg. Het houdt niet op. Het liturgisch leven gaat nu pas beginnen. We hebben gezegd van de goddelijke liturgie is de dag van de opstanding, dus de eerste dag van ons nieuwe leven. Het is ook eigenlijk de eerste dag, het is ook het einde van ons leven en alles wat daarin staat, alles wat ertussen staat. Dus het is het begin en het einde. En wij wachten niet dus van zondag tot zondag, zonder dat wij ook echt een goddelijk leven nu gaan leiden, een nieuw leven leiden. Dus het oude hebben we achter ons gelaten en wij gaan als nieuwe mensen de wereld in. En wat betekent dat? Wat betekent het nu daadwerkelijk om te participeren aan de Koroba Aloroyo? Om te participeren aan de goddelijke liturgie? Om te beginnen hebben we het over verschillende dingen gehad. We hebben gezegd van het is een paasviering. En wat hebben we eigenlijk voor de paasviering? Wat hebben we dan? We hebben een hele periode van vasten. Is het niet? En vasten is niet alleen het vasten van voedsel, maar het is eigenlijk berouw tonen. Berouw tonen van onze zonden. En op weg gaan naar ons nieuwe leven. En in die zin hebben wij dus ook met elke goddelijke liturgie hebben wij nog steeds zoiets als vasten. Namelijk op de woensdag en de vrijdag. Want waarom vasten wij op woensdag en vrijdag? Omdat Christus op woensdag is verraden en op vrijdag is gekruisigd. Dus de hele gemeenschap als één lichaam, die moet dus ook niet alleen deelnemen in de opstanding van Christus, maar ook daadwerkelijk deelnemen aan het lijden van Christus. Wij lijden echt in ons leven, moeten wij lijden met Christus. En wij accepteren zoals Christus de dood, maar niet de zonde. Dat is heel belangrijk. We accepteren de dood, maar niet de zonde. Dus naast regelmatig vasten en het biechten ook, is een ander onderdeel van participeren, deelname aan de zangen. Dus ik nodig jullie ook echt uit om de tweetalige uitgave van SOJP of een andere uitgave die je helpt om de Koroba Aloroyo beter te begrijpen. Om die door te nemen en gewoon echt te zingen met de gezangen van de Koroba. En daarnaast ook gewoon deel te nemen aan de Eucharistie. En wat het allerbelangrijkste nog is, is het leven daarna. Want tot slot wil ik jullie echt zeggen, hè? Christus
heeft geleden uit zijn vurige liefde voor de mensheid. Hij had dit niet nodig gehad. Als hij ons op een andere manier wilde verlossen, had hij dat ook anders kunnen doen. Het was niet nodig geweest voor hem om te sterven, maar dat heeft hij echt uit zijn vurige liefde gedaan voor de mensheid. En waarom dan, als hij dat niet nodig had gehad? Om ons een voorbeeld te geven. Want zoals hij een levend offer is geweest, zo moeten wij ook een levend offer worden. Voor onze medemens en voor God zelf. Dus wij moeten elkaar lief hebben en elkaar dienen. Hè, tot opbouw van de mens. In hoofdstuk 2 hebben we gelezen dat dit nieuwe leven in Christus voor de apostelen heel vreemd was opeens. Ze deden alles, werkelijk alles, gemeenschappelijk. En ze hadden alles in gemeenschap. Hè? Ze verkochten hun land, ze verkochten hun huizen om anderen van hun noden te voorzien. En ze waren constant met elkaar in gebed. Constant met elkaar het brood aan het breken. Het is ook een mooi gegeven, en ik nodig jullie uit om Handelingen echt te lezen en ook de andere Bijbelboeken. Handelingen is de enige Bijbelboek in het Nieuwe Testament dat niet eindigt op amen. En waarom? Het is niet afgesloten. Het heeft een open einde. Handelingen, dat is de kerk, de liturgie. Dat is dus de gemeenschappelijke handeling. Die gaat door. Wij zijn Handelingen hoofdstuk 29. Kijk maar in je Bijbel, het gaat op hoofdstuk 28. Maar wij zijn Handelingen hoofdstuk 29. En dat is een proces van de hele kerk. Ja? Dus wat zij deden moet echt een voorbeeld ook zijn voor hoe wij als gemeenschap met elkaar omgaan. Het tegenovergestelde van wat de maatschappij ons leert. Dat wij zo seculier zijn geworden. Dat iedereen maar het voor zichzelf moet weten. Dat iedereen zijn geloof... Ja, ik ga naar de kerk voor mezelf en niet voor een andere persoon. Dat is al een hele slechte voorbeeld. Of slechte intentie om naar de kerk te gaan. Want je gaat juist naar de kerk om één te zijn met je medemens. Maar daarnaast ook gebruik maken van jouw talenten. Je hebt de goddelijke mysterie gehad. Je hebt de gaven van God ontvangen. Dus het is ook de bedoeling om onze talenten te gebruiken om de mensheid te dienen. En dat is het participeren aan de goddelijke liturgie. Ik wil nog... zijn er trouwens vragen? Ja. Ja, wanneer de priester zegt de genade van God zij met jullie. Is dat een soort absolutie vanuit de priester richting het volk? Ja, dus Elio vraagt van wanneer de priester zich een paar keer omdraait, hè, dan schenkt hij ons elke keer de vrede, maar hij schenkt ons ook de genade en de ontferming van God. En dat zijn ook inderdaad de woorden die ons eigenlijk tot vergiffenis geven, om ons waardig te maken. Want heel veel mensen zeggen van ja, ik ben niet waardig om iedere week de goddelijke liturgie, de Eucharistie in te nemen. Maar wie is het wel waardig? En wanneer ben je het waardig? Ben je het met Pasen wel waardig? Ben je het met Kerst wel waardig opeens? Al die tijd ben je niet waardig en opeens dan wel waardig? Nee, dan ben je het ook niet waardig. Wij zijn niet waardig op onze eigen kracht, maar het is de genade van God die ons waardig maakt om daaraan deel te nemen. Door ons geloof in Christus. En door dus echt participeren in het liturgisch leven van de kerk, in het lichaam van Christus. Dus een goddelijk leven te leiden, waarbij wij onze talenten gebruiken om de mensheid te dienen. En door regelmatig te vasten en berouw te tonen. Dus al deze dingen, geloof, daden, maken ons waardig, voor zover je dat dan kunt zeggen, om te blijven deel te nemen aan de corona, aan de corona. Heb ik jouw vraag daarmee Ja, mijn vraag was, is dat een soort van absolutie van de priester richting het volk? Nou ja, die absolutie, hij vraagt dus van, is dat een soort absolutie? Absolutie betekent dus dat dat een vergeving is, toch? Ja. In zekere zin is dat ook een soort absolutie, maar de climax van absolutie is de fagero zelf. Om weer terug te komen op of wij het waardig zijn of niet. Als wij het waardig zijn, hè, dat betekent dus dat wij heilig zijn, dat wij geen fouten maken. Maar als wij dan
heilig zijn en geen fouten maken, dan hebben we eigenlijk ook de korban niet nodig. Want de korban is juist voor de vergiffenis van de zonde. Dus hoe kun je zeggen van, ja, ik moet er pas zorgen voor dat ik het waardig ben. Ik moet eerst zelf heilig worden om die korban waardig te zijn. Nee, we hebben de korban juist nodig om ook weer waardig te zijn. Om juist ons leven te verbeteren en te versterken. En om deel te nemen. Maar of dat de absolutie is, om terug te komen op je vraag, het is een onderdeel van. Het is een onderdeel van, maar de volledige absolutie die ontvangen wij dus met het nemen van de vasten. Het betekent ook dat we elke week verplicht zijn om vasten te nemen, als wij elke week nader gewoon. Delmon zegt dus eigenlijk, Delmon vraagt van, betekent dat wij elke week verplicht zijn om vasten te nemen? Nou, heb ik daar al een antwoord op gegeven? Eigenlijk ja, want wat doe je als je geen vasten neemt? Dan zit je jezelf buiten het lichaam van Christus. Je excommuniceert jezelf eigenlijk. He? Want wij moeten juist in Christus blijven. Want wij gedenken, want waarom zouden wij zeggen, ook tijdens de geweten van, wij herdenken uw dood en uw opstanding. En waarom zouden wij zeggen van, dankjewel voor de gaven en Abu Bishmai, dus in al deze gebeden, waarom zouden wij dit allemaal zeggen, he, het feest vieren, maar dan niet deelnemen aan de maaltijd. Als de koning jou ook bijvoorbeeld elke keer uitnodigt om deel te nemen aan zijn maaltijd, kun je dat dan 1, 2, 3 keer maar blijven afwijzen? Nee, dan beledig je hem eigenlijk, als je hem elke keer afwijst om niet te pakken te nemen. Maar als het elke week gedaan wordt, dan is het alsof het eigenlijk brood is, dat gewoon elke week wordt... Het is ons dagelijks brood dat wij nodig hebben. Het is ons dagelijks brood. Als er dagelijks een globale hoyo was, dan zou ik dagelijks participeren. Want het is ons dagelijks brood. Het is het eerste en het laatste wat wij nodig hebben. Maar wat als je tijdens het brood niet spiritueel voelt, dat je dan vader. Maar wat als je je dan niet spiritueel of waardig voelt? Kom maar niet naar de kerk. Nee, grapje. Nee, kijk. De kerk, die bereidt ons voor, spiritueel. Als jij dus niet bij bent met je gedachten, dan, ja, ik maak er wel een grapje van, maar eigenlijk is het wel een kern van waarheid in. Want wij liegen onszelf echt voor. We liegen God voor eigenlijk. Want de priester roept ons op om ons spiritueel voor te bereiden. Om ons hart en onze zielen en om ons verstand op te heffen. Dus als wij dat niet doen, dan kun je ook dus beter gewoon niet doen alsof je dat wel doet. Dan kun je gewoon beter zeggen van, dan ga ik maar niet naar de kerk. Ja, dan als een soort van, in plaats van licht dat God is, als je de vagron hebt, dan consumeer het vuur zijn. Op het moment dat je spiritueel niet klaar bent, of je hebt gezondig geen initiatief. Nou ja, als jij, hij zegt dus van, de vagron is dus licht en vuur. Dat is wat jij zegt, toch? Dus als jij er niet klaar voor bent, dan kan het weer een vuur zijn. En dat zegt inderdaad Paulus in een van zijn brieven aan de Korinthe. Paulus, die heeft het dus over als jij met de verkeerde intenties eigenlijk naar de globale hoyo gaat en deelneemt aan de Eucharistie, dan kan dit juist de verkeerde kant op gaan. Hè? Maar het betekent dus niet dat jij uit traditie elke week maar de vagron moet nemen, maar je moet ook inderdaad echt een soort van bewustwording hebben van ik wil mijn leven verbeteren. En dat doe je dus door ook te vasten op woensdag en vrijdag onder andere, door regelmatig te biechten en door een liturgisch leven te leiden. He, en al deze dingen die zorgen ervoor dat jij gewoon wel waardig bent. Gabriel. Gabriel vraagt op. Sorry? Want als het nemen van de vader onze zondes vergeven kunnen worden, dan wat moet ik dan? Ja. Dus Gabriel vraagt van waarom moeten wij dan biechten voor het nemen van de vader als wij dan toch vergeven worden? Dat is een goede vraag. Maar de vergeving zit er niet per se in de biecht zelf. De biecht die je dan hebt met je parochiepriester het liefst, zorg ervoor dat jij ook richtlijnen krijgt voor
om bepaalde tegenslagen tegen te kunnen gaan. Hij is enkel een getuige van God. Niet dat hij zelf per se die de zonde vergeeft, maar hij is als een getuige van God die jou daar als spiritueel vader helpt om te zien hoe jij bepaalde zondes kan vermijden of tegen kunt gaan. Snap je? Dus daar is de biecht voor. Dus je kunt wel iedere week Fagro nemen en dan zeggen van oké, ik loop eigenlijk nog steeds vast in mijn zondes. Ik neem het iedere keer. Maar het is juist de bedoeling om echt een nieuw persoon te worden. Van dag tot dag. Ja, dus als jij wel de Fagro neemt, maar ook verder niks aan jouw leven doet, dan doe je al bij voorbaat niks aan het participeren van de goddelijke liturgie. Omdat jij dus juist wel vorderingen moet maken in jouw spiritualiteit. Heb ik daarmee je vraag beantwoord? Nee, ja, dat is wel, maar ook meer vragen. Huh? Ik heb ook niet meer vragen. Nog meer vragen? Goed. Dat kunnen we later ook op doen. Daud. Wat ik heb begrepen is, voordat je zelf aan de vak op neemt, moet je dan eigenlijk, stel je voor, je zit in een proces om genezen te worden bijvoorbeeld. Moet je dan, stel je voor, je hebt 2-3 weken achter elkaar tegenslaan. Ja? En je loopt gewoon in een, want ik heb gewoon namelijk dat als je de vak op neemt, en maar is dat zeg maar een hele genezingsproces, zeg maar een hele periode, om uiteindelijk helemaal veranderd te worden. Dus zeg maar, denkwezen, maar ook met jouw daden die je elke week zeg maar gebeurt. Moet je dan bijvoorbeeld voordat je de vader neemt, moet je elke keer naar de priester gaan om vergiffenis te vragen en dan was de vader opnemen of? Dankjewel David. Je benoemt zelf, benoem je twee punten, hele belangrijke punten. Dat is van, moet je iedere week dan biechten ook? En is het een proces? En het is zeker een proces. En nee, je hoeft niet iedere week te biechten. Sterker nog, wat wij dus ook eigenlijk tijdens elke Proade Hoye doen, is ons al voorbereiden op de Proade Hoye, op de Gorbon. De biecht bijvoorbeeld, die onze kerkvaders, onze geestelijke leiders nu bijvoorbeeld gebruiken, dat is voor mensen eigenlijk, die al heel ver verwijderd zijn van de kerk, en die dan weer terugkomen in de kerk. Want eigenlijk is die belijdenis die wij elke keer dan op moeten zeggen, een belijdenis wat wij ook bijvoorbeeld hebben gedaan tijdens de geloofsbelijdenis. Hè? Want daarin zeggen we ook van, wij geloven in de Vader en in de Zoon en in de Heilige Geest, in de drie concilies. Snap je? Dus alles wat in die belijdenis wordt gezegd eigenlijk, die zeggen wij al in de hele liturgie. En al onze gebeden, onze dagelijkse gebeden in de Schimmel bijvoorbeeld, dat is het gebedenboekje. Daarin doen wij dus ook al, daarin bidden wij al eigenlijk en maken wij onszelf al klaar om, bereiden wij onszelf al voor om de Fagro te nemen. Absoluut. Dus het is een proces. Absoluut. We blijven, kijk, we zijn natuurlijk, we leven een nieuw leven in Christus, maar we blijven nog steeds mensen en zwak en zondig. Dus het is ook een proces. Het blijft een proces. Ja. De kerk is een ziekenhuis. Het is een artsenpraktijk. Ja. Dus als je ziek bent, ga je naar de dokter en je vertelt hem dat jouw pijn is, dat jouw ziekte is. Ik heb schouderpijn, mijn rug doet pijn, zit er net en dan kan de dokter kan jou dan een juiste medicijn geven. Juiste medicijn geven. Door te praten, kan hij jou een medicijn geven. Ja. En hetzelfde geldt met vader, is ook zo. Dus absoluut. Praten met de dokter is liefde. Ja, dus Benjamin die zegt dus van, kerk is een ziekenhuis en de priester is de arts. En je moet ook eerlijk zijn over, tegen de arts, waar jouw pijn zit. Als jij zegt van, ik heb hoofdpijn, maar eigenlijk heb je gewoon ergens anders pijn, dan helpt die medicijn ook niet. Dus je moet ook inderdaad echt gericht jouw pijn geven, zodat hij ook de juiste medicijn kan geven. Toch, dat is wat jij zegt. Zijn er verder nog andere vragen? Anders kan het ook, denk ik.
Ja, precies. Dan denk ik. Samen wat nog wel vragen is, als je moet ziek voor de pastoor, dan is het niet zo dat de pastoor een zonde kan vergeven. Het is gewoon, je komt bij hem om weer. Kijk, de priester die heeft. De priester moet altijd zijn epigetril noemen, hamligo gebruiken. Dus hij is in uniform. Hij representeert de kerk. Hij representeert Christus. Zonder dat kan hij geen biecht afnemen. Dus hij heeft gewoon echt die autoriteit gekregen dan om met Christus, samen als getuige van Christus, dan ook de zonde te vergeven. Want Christus heeft Paulus de sleutels gegeven van het koninkrijk. En aan degene om... Petrus. Ja, aan Petrus. Sorry, wat zei je? Oh, sorry. Petrus. Aan Petrus de sleutels gegeven om te binden en om te ontbinden. Dat gaat dus om de zonde. Heb ik jouw vraag daarmee beantwoord? Ja, klopt. Maar het doet me wel een beetje denken aan bepaalde dingen wat we zien op televisie. Dat iemand een geloofsminister heeft gepleegd en dan gaat hij maar naar de pastoor en verbiecht en dan... Maar zo werkt het niet. Dus zo werkt het dus. Hebben afgewassen en dat ik dan weer... Ja, zo werkt het dus helaas niet. Dat is de gedachte van wat ermee opkomt. Klopt. Ja. Ja, als je iemand hebt vermoord bijvoorbeeld, en dan denk je, ik ga naar de priester en ik ga biechten, wat zal Abuna tegen jou zeggen? Geef jezelf aan, zorg ervoor dat je je verantwoordelijkheid neemt, en dan zul je vergeven zijn, of worden, of in het proces zitten. Ja. Ga gaat wel de man op voor jou, want als je merkt dat ga je het daar wel aan kunnen brengen, baat is, hè. Geef wel je aantwerpen, je kunt wel een gedoe samen op elkaar, of Hij benoemt inderdaad, Abu Koroyo benoemt ook inderdaad dat ook hier, de kerk, de ingangen, eigenlijk heel anders waren dan nu. En vroeger zaten de mannen ook voor en de vrouwen achter. En het zorgde er ook voor dat de mensen dus bij het eerste gedeelte, na de bijbellezingen, en die dus niet gedoopt waren, dat zij er dus uit moesten. Dat heeft hij inderdaad gezegd. Nog gedoopt. Ja, en precies. En de mensen die dus een hele erge zonde hadden begaan, of zelfs onder invloed waren van demonen, dus die demonen uitgedreven moesten worden. In ieder geval worden al boeken أول بودن نفقيوة زنوة تاعه كل ما تاعه كبعد أحاطه وكبعد كويب في حاطه كمانو أو قامد بس عشان قاعدين أقرع سلاش عمدون دي في حاطه بس أحاطه يمينا كتب أن السوجة زنوة تاعه كل ما تاعه بوحدو البقيرو لفش طبعا هل تويبوا في ناس كتب أن كتب أن استراف لما قانونه كمينار قانونه هنا قد مينار قانونه لو كمينار يعني جزاء أو مجرد فقط مدة ديلونوي قانونه سهوس يعني قانونه مرح نوته لو قانونه جزاء جزاء يعني هذا مركي تعرف لمينا شاطو صوم أو اشتوي حكيته أو جثير حكيت تعرف لازم بركة لازم صالة لازم يعني هذا متعنت قانون على طبعا تواصلنا بتوسع لوكو دايت مينا مثله مينا كل يوم الكوميدي تفارو أو لوكوميدي كتير لك توسع كم شريط نعمنا دوبينا هو شيء هرك يوسف من ناحية وكوفورين ناحية ولا ولا دكتور دكتور ده سريو إيه عنجا بمصر تورينا أيوه يا عيني من نطلع موقع كتير كشوك لوكو لحد الجيلة ده يوم الدمينة يعرفينا ما كانت لك يعرفينا ومدانا لو يعتدى يعرفينا دو بينا كل حجاب وصفار أما هاتو خدمينا ودو براكتك كميتو توقو مدو فار كل حجاب
Ik wilde graag nog met jullie een samenvatting geven, maar in een gebed. Dus ik vraag jullie ook allemaal om nu even op te staan. En daarna gaan we door met het avondgebed met Avon Foroyo. O zuiver en onbevlekt lam, u die uzelf aan uw vader opdroeg als welgevallige offer voor de verlossing en vergeving van heel de wereld en daarmee uw kerk heeft u op laten staan. U heeft ons uitverkoren als uw heilige natie, een koninklijk priesterschap. Mogen wij zelf als levende stenen gebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die u welgevallig zijn. Maak ons waardig om onszelf aan u op te dragen als een levend offer, zoals het u behaagt en het evenbeeld is van uw opoffering voor ons, Christus onze God, tot in de eeuwigheid.
Amen. Ah, ook voor je twee keer dat al ik ga dat kapot maar dit is met de naam nog een paar mensen zeggen meer aan je nog gaan voor dingen voor die we gaan richting de afsluiting waarom moet ik nog veel meer mensen voelen dankjewel samen nog voor deze leerzame avond iets langer dan normaal maar ook een belangrijk onderwerp dus ik hoop dat we hier later nog een keer verder op kunnen praten. Belangrijk om te onthouden is Samuel praat heel veel vanuit het ideaal. Elke week vallen nemen is prachtig en daar zou ik namelijk te streven. En er zijn natuurlijk ook mensen die zo heilig zijn dat ze eigenlijk elke dag wel vallen kunnen nemen. Echte Gadische, hele heilige mensen. Maar in de werkelijkheid nemen we vaak het nemen van de vallen en het naar de kerk gaan niet serieus genoeg. En daarom heeft de kerk ook een regel ingesteld. Als je bijvoorbeeld naar een Oosters-Orthodoxe kerk gaat waar ook Nederlands wordt gesproken, dan komen daar vaak ook katholieken op af. En die zeggen dan heel duidelijk, orthodoxe mensen mogen naar voren komen om de vangen te nemen, maar alleen zij die zich daarop hebben voorbereid. Dus zonder voorbereiding is het beter om geen vangen te nemen. Want de vangen is Nuro en Nuro. Het is licht en vuur. Het kan je verlichten, maar het kan je ook verbranden. Dus daarom is het belangrijk om je daarop voor te bereiden. En de regel van de kerk nu is 1 keer per 40 dagen vangen nemen. Daarbij is het belangrijk dat je de vergelijking met het ziekenhuis, de kerk en het ziekenhuis, dat je die onthoudt. Want waarom is dat belangrijk? Als je naar een ziekenhuis gaat, dan vertel je waar je last van hebt, wat jouw pijn is, en dan kan daarop jouw medicijnen worden gegeven. Maar daarvoor moet je wel met de dokter in gesprek. En daarom wil ik jullie ook allemaal oproepen om alsjeblieft ook met jullie priester in gesprek te gaan. En ik weet dat het soms eng is of spannend is, maar Abu Naghouri hier is bijvoorbeeld elke vrijdagavond hier met ons, omdat, zoals hij zelf zei, heel veel van jullie houdt. Dus probeer je over die eigen schaamte heen te zetten om naar Abuna te gaan om hem te vertellen waar je last van hebt, zodat je medicijnen kunt ontvangen, zodat je beter kunt worden. Want de kerkvaders zeggen, schaam je wanneer je een zonde pleegt en niet wanneer je hem opbiecht. Want wanneer je hem opbiecht, dat is juist iets om trots op te zijn. Het laatste wat ik nog even gauw wil zeggen is, toen jullie de kerk inkwamen, hebben de dames gevraagd om een hoofddoek te dragen. En toen werd er al gevraagd, waarom moeten we een hoofddoek dragen? Omdat we ook zometeen gaan bidden. En toen ik in Moskou was, in Rusland, het was op een zondag, toen zag ik daar allemaal vrouwen rondlopen, allemaal met een hoofddoek op. En ik dacht, ik ben in Moskou, een hele moderne stad eigenlijk, waarom lopen al die vrouwen nu met een hoofddoek rond? En het was de zondag en al die vrouwen waren onderweg naar of kwamen van de liturgie terug. En als we het evangelie erbij pakken, de Bijbel erbij pakken, dan staat er in Korinthe, dat schrijft Paulus, iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert, maakt zijn hoofd te schande. Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert. Want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw. Een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich maar beter laten kaalknippen. Wanneer ze dat een schande vindt, moet ze haar hoofd bedekken. Je moet het ook natuurlijk in de cultuur. Goed dat Sarah zo achter liep, maar het gaat erom, het is een teken van nederigheid en een teken van in gebed zijn. Want waarom dragen de vrouwen in Moskou bijvoorbeeld een hoofddoek buiten de kerk? Want zijn ze op dat moment aan het bidden? Wat zegt Paulus in Thessalonicense 5? 1 Thessalonicense 5, daar schrijft hij: Bid zonder ophouden. Bid onophoudelijk. En dat is eigenlijk waar de traditie vandaan komt, dat een orthodoxe vrouw in sommige gevallen, dus ik zeg niet dat het nu moet, altijd een hoofddoek aan het dragen was om te laten zien aan de wereld: mijn eerste relatie, mijn eerste loyaliteit is naar God.
Dus laat die nederigheid daarom ook vooral zien. Als je er niet prettig bij voelt of het echt niet wil, niemand die je verplicht, maar dit is de traditie van de kerk. Daarom werd het gevraagd. Ik denk dat we nu overgaan naar het gebed. En na die tijd kunnen we nog even naar de zaal even nog napraten. Als je dat wil, nog wat hele moeilijke vragen stellen aan Samuel, doe dat gerust. Nou. Hallelujah,
Shafir kulam vasvuto, ukono onom yakto la loho nea neu nimar. Vata lo vreda tussa leidu kadishu vimei minarmo denar pala lo shariro. Abu achit kura ubudu vishmayu daru vat kulein aileh mithasyo vato mithasyo. Wabhad morio yeshu amshiho ihido yo brodalo. Haud min abu etilek tom kulun ulmi nuru minuru. Alu shariru min alu shariru. Bilido la bido vashwe busia la bui bide okul. Haud metu lotan menosho metu trokona. Hef men shmayo etkasha men roho chadisho. Men meryem tuto yudafalo. Wawo barnosho, slep lo fem yomei fitios filatos. Hashu mit vithabar kom la torta yomi akdasko. Waslep lashmayo yitre men yamino dabui. Tu bote shukho rabo lamdon. Hayu al mithi rauda malkuthi shulomo loit. Wabhad ruhu qadisho ditao morio mahyonut kul. Aud min abu nofeq am abu amro misredu mishtabah. Aud malil bashbiyo bashlihi pahdo ito qadishto. Atu liqi wa shlihoito. Maudina dahdoi ma'amudito shukono dahtoi. Umsakina dakim tudmite walhaya hafe dakulmo dahti.
Ami barf mosto mi harus kuliresu. Omad mu alleluia, alleluia, malik tomen yaminu. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik he
اینکه وقت او که رو دمیل کنوش خم گردن کنترل مخو کرد کم احنونه و احابی بیدی صلاة و اعلی آلوه از مقبل و حسویا و دید قدم دید فرزاد برک دمیل تحدید دوتی که تو حسویو هم کوه دیل دا فالو هم قادیش یا طبعا هنو او برمر تو شد حکومت منیو دیل دا فالو و زادی قادر قرآن افراد منیو دا قادیش کنوشم مقدم را تریح حسویو بس اونو ها حسوی و گاونوی که مین علی کم سالین علی تامو یعنی لب لازم تری حسوی ات که گاونوی اتری کون ها کمیسون کمانو جبو خودی سالا علی دن قابل موریو حسوی موریو قابل حسوی خلان عدار بسلاوتا علا و مقبل او حسوی دو یعنی او حسوی مسامحا و اتکلان بسلاوتا دو لان عدار يعني معاونينا بسلاوتا دو وإن أقرد كسول قوكوهنا لما ذلك حسته إن أقرد كطور بديس شبقورا مقوطة حيوثة كل قابو كما أنا حنوني أحايو حبيبات شبوقوني مساميحني آلو غد مقبل وقربوني تعمل كطور قوكوهنا مقبل مساميحا ميحاها إن أقرد محكيكي ذي حسته وقع عنه وفدغوه يعني اشتغالي كامل كله يه حا لكو كنا أقردوه مريم قابل قربونو خلال عادر بسلا ورسط ميدك كريني بس حا بلكي لوكو دع بس حا در سوي موقع مينا كوتول ومسامة حا لازم بسل مينا مسامة حيثم يعني كل قابو خوفا كفوتا حالي يذوت كوتول موقع فاهميت تشيكاتري نقطاني أعلي قابل ما خمر قلني عجبا يعني أمي دوناني نقطوثي نتحد لوكو دعي وكوميسومي موقع عبانو دومانو قلني هانيني او نفه او طولاته یعنی او قصدسته یعنی که خوزه اوکی که بیاد خود حالا مورخ حیات خود کل نقل دوته بلکه کمکرین و پسیلو تو بکسامنه بس اونو یعنی او دولیلی دول یعنی علی توتوی که بعنا توالکو ایدخت و بم میدونانی میدونه که نقلو کسن البولیت ها کمال کنه بس این نقل توینو مانع است روحانی کتنه مشتیلونه دمی افونه لب رحمی عمله بيسون بروح عمله لو ما عمله تو ديال الخطور تو بوزو هي دي اللي لو صاروا بكيور ستوت يعني الكودار Zouden jullie nog heel eventjes 2 minuten willen blijven zitten, want we moeten even registreren wie hier zijn geweest. Corona. Heel eventjes 2 minuutjes. En dan kunnen we naar de gast.